Hallo dames en heren, we zijn weer in Disneyland voor skeerde mensen. Dat betekent dat al deze mensen die hier zijn, heel weinig hebben te besteden hebben. Maar dat is niet erg, ik ben er voor die mensen. Want ik ga al deze mensen een ervaring geven van hoe Disneyland er ook in het echt uitziet. In de vorige aflevering vroeg ik of jullie meer wilden zien en toen zeiden jullie allemaal ja. Dus daarom zijn we terug en we moeten nu Stitch eten geven. Dit is namelijk in het echt ook. Een van de mensen die in het Stitchpak rondloopt in het Disneypark gaat op een gegeven moment aan jou vragen of je een hamburgers wilt voeren. Dan moet je gewoon ja zeggen. Here's a fun fact. Très le client veut crier. Dit is ook wat je kan doen in Disneyland Parijs. Als je op de foto gaat met een karakter, ga vooral met ze dansen en laat ze je ook vooral aanraken en met een lift doen. Want dat is in 2021 zeer gepast. Oh wacht, fuck, we zitten in 2022 al. Ik volg gewoon deze gele lijn. Ik weet niet waar de gele lijn me heen brengt, maar we zien wel. Aan de kant, mensen. Ik ben een jong meisje op een quest om Disneyland te verbeteren. Door overdatum hamburgers te voeren aan een of andere hond in een pak. Oh god, we moeten weer met Mickey Sticky praten. Oh, nice. Ja, hey, mooi zicht dit. Ik kan echt precies zien wat er gebeurt. Dit is niet hoe het werkt. Smile. Hoe kan ik een foto van mezelf maken als ik de camera vast heb? Nee, haal je handen weg. Ik wil een foto maken. Mag ik een foto maken? Even. Yes. Blijf zo staan. Blijf zo staan. Even zo staan. Ik wil even een foto maken. Kan ik me iets geinigs doen? Ik kan zwaaien. Oh, dat is perfect. Dit is een hele mooie foto. Ik vind het wel een beetje jammer dat iedereen ouders heeft. En ik niet. Ik wil Goofy op de foto zetten, jongens. Ik ga stiekem foto's maken van Goofy. Oh, ja. Zo ding, ik heb dus nog uit. Mijn hemel. Jezus. Ik vind ook gewoon dat je die fucking dode kinderen op achtergrond ziet lopen. Wist je dat je trouwens in Disneyland, dat is een leuk feitje, gemiddeld een uur lang in de rij moet staan? Dus als je dan ook nog met je dikke vatsige hartjes op pad wordt gestuurd door letterlijk elke karakter in de film of in het park om foto's te maken en om hoedjes te zoeken van mensen die hier werken en gewoon hun shit verliezen, dan heb je ook geen tijd meer om in al die attracties te gaan, hè vriend? Dat is niet hoe het werkt, dat is niet de Disney experience die ik me herinner. Ah! Oh, is dat een geheime Mickey? Dat is een geheime Mickey. Found one. Found a Mickey. Hell yeah, baby. I got a Mickey. Let's go! Attractietijd. We zijn een flitse jonge dame. Laten we gaan. We moeten wel de hoed van Donald zoeken. Yo, lijpe slee. Weet je dat skeleton trouwens? Dat is in je eentje in zo'n slee. Natuurlijk is die Goofy guy er ook weer bij. Oh, ja. Oké, wat ik dus zou zeggen. Zo'n sleeën naar beneden is de gevaarlijkste sport ter wereld. En dat we nu een 12-jarig kind naar beneden laten sleeën. Trouwens, ik snap ook niet waarom Goofy ervoor gaat. Zo'n slee gaat echt honderden kilometers per uur. Oh, we gaan ook echt over het... Dit is heel ongevaarlijk. Wie laat zijn kind in zo'n attractie gaan? Dit is niet Disney accurate. Waar zijn de ouders van dit meisje? Er niet, dat klopt, want ik ben een wees. Ik ben een wees in Disneyland. En alle Disneyland-karakters zijn... Oh mijn god, ik ben gewoon gevallen. Ik ben gewoon gestorven. Ik heb gewoon een herseninfarct nu. Mijn hemel. Dit is... Volgens mij is... Wait it, weg. Yo, Goofy. Ik ga gewoon sneeuwballen, ook of niet? Trouwens, tegelijkertijd. We gaan eventjes alle... morale problemen van deze slide eventjes vergeten. En we gaan even ons focussen op ons doel. Want we moeten papa Donald zijn muts vinden. Gosh. Thanks, joh. Ik ben op zoek naar Donald's muts. Daarboven, zag je dat? Zag je dat, jongens? Dat was volgens mij. Volgens mij was dat Bigfoot. Daar is die. Gooi je sneeuwballen. Ik gooi de sneeuwballen, maar het gebeurde heel weinig. Hoppa, jongen. Hoppa, jongen. Je hebt niet echt auto-aim. Waar dan? Oh, daar. Hey, ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb de hoed! You did it! You did it! Auw! Wat een Yeti's. Oh, icicles. Ja. Goofy is dood! Jongens, Goofy is dood!
Goofy, hij praat ook niet meer. Hij is letterlijk neer. Hij is letterlijk neer. Ik verdien zoveel geld met dit. Oh, wat een money, jongens. Ik ben op mijn money. Kijk maar gaan. 45 barkie heb ik al gewoon te pakken, joh. We're going back to the park, baby. Go on, it's a small... Did you know that the money thrown into the wishing well is donated to children's charities? Okay. Now you know a little more about this magical place called Disneyland. Ja, wist je dat al het geld wat Disneyland verdient, alle miljoenen, triljoenen euro's, naar de zakken gaat van Disneyland, maar het kleine beetje kleingeld wat er in het water wordt gegooid, wat waarschijnlijk heel erg nieuw is in vergelijking met al het geld dat Disneyland verdient, gaat naar het goede doel? Wauw, wat is Disneyland toch magisch? Laten we snel een attractie ingaan en meer geld uitgeven. Wowie! Happiest cruise that ever sailed around the world. On this voyage, we'll see many different places and learn from different cultures. So what are we waiting for? Turn the lever on your boat and let's go for a tour. Ik heb een beetje kippenvel. Dat was fucked up. It's a small world after all. It's a small world after all. Wat doe ik? Next stop is the exotic and varied regions of Central and South America. Famous for its ancient Aztec temples and exuberant folk dance traditions. All the dancers. They'll teach you some new dance steps. Oh, what the fucking sin. What the fuck? Ik heb het gevoel dat een joch die dit gevoice act heeft, die zin nog nooit van zijn leven heeft moeten uitspreken. What the fuck? Exotic en vloebelend. Ik kan het niet eens herhalen. Mijn hemel, Stewie, get the hell out of here. See you next time. Come back whenever you like. So we can visit more places and learn even more dances. Nou, laten we dat eventjes niet doen. Wauw. Bedankt dat je Disneyland Adventure speelt. We hopen dat je geniet van het spel en we horen graag wat je ervan vindt. Laat je horen, jouw mening is erg belangrijk voor ons. Dit spel wordt gepasseerd en zal een nieuw venster openen. Vijf sterren. Verzenden. Goed. Great game. Hey, ik vond het wel weer genoeg Disney voor vandaag. Wil je er meer bij zijn? Wil je meer? Laat het weten. Rudy zit in de chat. Wil je dat ik dit een keer met Rudy ga spelen? Dat kan, want deze game heeft co-op. En dat is leuk, want dan kunnen we samen cultuur kapot maken. Doei!